Het is belangrijk dat Suriname zoveel als mogelijk probeert te halen uit de samenwerking met Japan en dat er gefocust wordt op de gebieden die zijn geïdentificeerd. Woorden van minister Ildis Biegele van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft gistermiddag een persconferentie gehouden omtrent het bezoek van de staatsminister van Buitenlandse Zaken van Japan, Kentaro Sonora. Suriname en Japan zijn op 2 november 1976 diplomatieke betrekkingen aangegaan. De ambassadeur van Suriname in China, Lloyd Pinas, is op 8 juli 2014 mede geaccrediteerd door het Keizerrijk van Japan. Het is de bedoeling dat Suriname en Japan nagaan hoe de samenwerking op onder meer economisch gebied verder uit te bouwen, zegt Biegele. Vanwege de aanwezige ontwikkelingspotentie die zowel in Suriname aanwezig is als ook die Japan biedt, hebben wij het belang ingezien voor de verdere ontwikkeling van deze relatie. En in dit verband heeft de president in het onderhoud met de minister van Staat heel nadrukkelijk op gewezen dat de fysieke vestiging van een ambassade van Japan hier te landen zou kunnen bijdragen aan de verdere versterkingen, uitdieping van mogelijkheden die daar te bestaan. Onze ontmoeting heeft een heel vruchtbare werkwijze gezien, waarbij de bilaterale relatie en de ontwikkeling daarbij, met betrekking tot projectassistentie met Japan, en ook de samenwerking op internationaal vlak, als ook andere issues die aangehaald zijn, ook door de minister van Staat, aan de orde zijn geweest in de vergadering van morgen. Ik wil met name de focus plaatsen op het feit dat wij hebben gesproken over het ontwikkelingsplan. En ik zal hier pauzeren zodat ik direct er even kan. Belangrijk is dat wij kijken naar de diversificatie van de economie, de Surinaamse economie. En dit tegen de achtergrond dat wij een economische periode achter de rug hebben waarbij het noodzakelijk is dat er alternatieve bronnen van inkomsten worden bekeken. En in dit verband is met name gefocust op de gebieden landbouw, veeteelt en visserij, als ook toerisme. De contouren hiervan zijn breed uitgemeten in het plan. Zodra dit door het parlement is, zal het ook worden gedeeld met onze Japanse counterparts, die dus zullen kijken naar mogelijke investeringskansen die dus bestaan aan beide zijden, met een focus op de ontwikkeling van joint ventures, waarbij het bedrijfsleven van beide landen met elkaar in contact komen om zo gebieden van mogelijke uitbreiding en investering met elkaar verder uit te werken. Minister Ildis Biegele van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hield gistermiddag een persconferentie omtrent het bezoek van de staatsminister van Buitenlandse Zaken van Japan, Kentaro Sonora.